Wim Tijbes. Ik wil een museum verbouwen. Wat heb je nodig? Een wand, een schroef en een schilderij. Het Rijksmuseum is een gigantisch museum met ook een gigantische collectie. Meer dan 1 miljoen objecten. Het nieuwe Rijksmuseum gaat over het Rijksmuseum. Meer bepaald over de verbouwing van het Rijksmuseum. Die duurde van 2003 tot 2013. 10 jaren vol trauma en complicaties voor de staf van het museum. Die gelukkig dan wel aan het einde van die 10 jaar mochten toezien hoe het museum heropende en meteen een van de grootste trekpleisters van het land werd. 10 jaren vol ruzies, de fietspassage, waar kwam de ingang? Er werden niettemin ook nieuwe beelden aangekocht. Er was van alles aan de hand. De directeur verdween. Er kwam een nieuwe directeur, Wim Pijbes. Allerlei toestanden voor een documentaire. En gelukkig was daar Oeke Hoogendijk met haar camera om het allemaal voor ons vast te leggen. Wij gaan nu ontzettend hard aan de slag. Hoe kan je deze stadspoort kapot maken? Die onderdoorgang, dat is openbare ruimte. En wij vinden dat die open moet. We are forced to come up with something completely new. Het is heel jammer dat het Rijksmuseum nog langer dicht is. Als je dus honderden miljoenen uitgeeft, dat dan of het fietspad links of rechts ligt, wat dat hetgeen is wat mensen van een project onthouden, dan heeft Nederland niet in de gaten wat we hier aan het doen zijn. Wat er voor mij heel erg uitspringt, en wat natuurlijk ook het allerbelangrijkste is, liefde voor kunst, die de staf van het museum allemaal kenmerkt. En dat aspect komt tot uiting in een draadje over een van de medewerkers die, terwijl het museum stil ligt, 2 gigantische Japanse beelden koopt en laat overkomen. En zelf ook nog daar in Japan met die mensen in onderhandeling moet. En dan zijn arriverende beelden en hij kan ze nergens zetten, want het museum is dicht. Hij koestert die beelden en uiteindelijk kan hij met een prachtige openingsritueel zijn stokpaardjes daar neerzetten. Dat geeft aan waar het uiteindelijk om gaat. En dat geeft aan waar alle personages in deze film bij betrokken zijn. Ze houden van kunst.